Ik ben Alexander, ik ben 28. Ik werk bij Zorgbelang, ben graag buiten. Probeer mezelf het keyboard te leren, tot nu toe gaat dat wisselend. Laatst moest ik bij zangles mijn falsetstem oefenen en ik voelde me met een roestige oude fluitketel. Ja, ik wil niet zeggen dat ik het nooit zwaar heb. Ik heb ook nog wel eens tot ik 's nachts wakker steek, dat ik denk van ja, ik wil echt niet dood, weet je. Het gebeurt niet vaak. Maar ondanks dat ik de inzinkers heb, heb ik niet het idee dat ik heel erg lijd onder het feit dat ik ziek ben. Ik heb zoiets van ja, ik heb het, maar ik lijd er niet onder. Dat is een groot verschil. Ja, ik heb pulmonale hypertensie. 10 jaar voordat ik mijn diagnose kreeg, was het gewoon ja, helaas, u bent ernstig ziek en u gaat dood, want we hebben niks. Dus ja, ik heb het idee dat mijn instelling ook wel meehelpt. Ik wil niet zeggen dat ik alleen aan mezelf te danken heb, want als in jouw genen ligt besloten dat je doodgaat, ga je toch wel. Ik geloof alleen dat je het wel kunt oprekken door gezond te eten en gezond te leven en ja, af en toe een beetje over die grens heen te hollen. Een gezond mens moet dat ook doen om ze op te rekken, dus het lijkt mij dat als je ziek bent dat dat niet anders is. Voor Zorgbelang geef ik een soort van workshops / speeches. Ja, met die workshops probeer ik mensen te motiveren. En hoe ik dat ook doe is gewoon dat mensen tools geven om te kijken van ja, kijk naar wat je wel kan. En dat is eigenlijk een hele simpele tip. Maar vaak wordt het niet gedaan. En ik heb ook wel eens in het publiek dat de één gast zegt van ja, maar stel dat je nou een dodelijke ziekte hebt, hoe blijf je dan optimistisch? Ja, daar kan ik ook antwoord op geven, want die heb ik. Kijk, ik ga voor goede kwaliteit van leven. Waarvoor ik ook strijd bij Zorgbelang. Maar voor mij hoort daar ook een goede kwaliteit van doodgaan bij. En zo heb ik ook de keuze gemaakt om, zoals ik er nu in sta, om geen transplantatie te willen. Met pulmonale hypertensie is het helaas op het moment zo dat je vaak zo laat aan de beurt komt dat de kans dat je het goed haalt al bijna niet meer is. En dan denk ik, ja, ik wil gewoon, als ik doodga, dan wil ik dat rustig kunnen doen. En dan wil ik het niet in de stress van een operatietafel doen. Zeker als er hierna nog iets is, lijkt me dat een stuk beter als je dat rustig kunt doen. Ik zeg niet dat het is, ik weet het niet, ik hoop het. Maar het lijkt me voor mijn nabestaanden ook prettiger. Mijn droom is dan een wereldreis. Zou ik gaaf vinden. Gaat het niet lukken, dus wat doe ik? Ik zorg dat ik altijd in de buurt van een park woon. Op dit moment woon ik vlak naast de Heemtuin. Daar ben ik afgelopen zomer ook heel vaak geweest. Ja, denk als je dan toch veel verschillende landschappen wil zien, is de Heemtuin niet zo'n slecht idee. Het is een goed begin, weet je. Als je net gaat lopen, dan gewoon loop naar het park. De rondje Prezikhavenpark, de rondje Heemtuin. Doe het in kleine stapjes, dan is het minder demotiverend. Want ja, ik weet ook wel dat dingen voor mij buiten bereik lijken te liggen. Maar denk, ja, wat binnen die context is wel mogelijk? Het gaat erom dat je iets waar maakt van wat je graag wil doen. En hoe klein dat ook is, dat maakt niet uit. Je kunt er altijd wel weer een vervolgstap in zetten. En als je daarvan uitgaat en dat probeert op te rekken, heb je al veel sneller het idee dat je ergens naartoe leeft of kan leven, dan dat je heel veel niet kan. Dus ik krijg geen reden om niet optimistisch te zijn.